feite was de vraag, wat is de sterkte van familiebedrijven en doen ze het beter? En doen ze het beter? En wat is de sterkte? Doen ze het beter? Als je bekijkt dat familiebedrijven in Nederland goed zijn voor 49% van de werkgelegenheid, maar ook voor 53% van het bruto nationaal product, dan kun je vanuit cijfers zien, ja, ze doen het beter. Doen ze het allemaal beter? Nee. Er zijn natuurlijk ook familiebedrijven die helaas niet voorbij de eerste, tweede of de derde generatie komen. Terwijl in 90% van de situaties de familieondernemers niets liever willen dan dat de onderneming binnen de familie in de volgende generatie wordt voortgezet. Helaas lukt dat maar in circa de helft van de situaties, waardoor vroeger of later 55% of teniet gaat of overgenomen wordt door anderen. Dus ja, ze doen het wel goed, maar niet op alle fronten en niet altijd. Je zou kunnen zeggen, wat zijn de sterkten van familiebedrijven? Want dan zie je namelijk ook als tegenhanger hun inherente zwakten. Een van de sterkten is dat familiebedrijven heel autonoom opereren. Autonomie wil zeggen, ik ben in staat om mijn eigen boontjes te dokken. Ik ben in staat om zelf mijn beslissingen te nemen. En ik heb daar niemand bij nodig, behalve dan mijn afnemers, mijn leveranciers en mijn werknemers. Natuurlijk, dat is zo. Maar autonomie heeft ook een gevaar. Op het moment dat de allesbeslissende familieondernemer komt weg te vallen, blijkt helaas in de praktijk vaak dat de tweede managementlaag in de onderneming niet de capaciteit heeft om de leidinggevende positie over te nemen, domweg vanwege het feit dat ze jarenlang die ruimte niet hebben gehad. De sterkte is dat autonomie een krachtige leider maakt, dat er hele korte communicatielijnen zijn en er heel snel beslist kan worden. Daarvoor worden familiebedrijven ook zeer gewaardeerd. Zeker meer nog in het buitenland dan in Nederland. Internationale business partners willen heel graag met familiebedrijven zaken doen. Want die komen hun afspraken na, die zijn sportief, die zijn betrouwbaar, die vallen niet om bij de eerste stoot. De andere kant is dat het dan soms heel erg eenzaam aan de top kan zijn. Omdat juist alles samenkomt bij de eindverantwoordelijke ondernemer. Vanuit Nijenrode, het onderzoek wat Roberto Fleuren en ik als eindverantwoordelijken hebben uit laten voeren, blijkt ook dat slechts 20% van familiebedrijven met meer dan 200 werknemers beschikt over een raad van commissaris of een raad van advies. En het gekke is dat 80% van degenen die een dergelijke raad hebben, andere familiebedrijven adviseert om zich van een dergelijk fenomeen te voorzien. Waarom? Niet om de ondernemingsruimte voor de ondernemer te beknotten, maar juist als extra klankbord om het ondernemen tijdig te toetsen aan veranderende marktomstandigheden. Of kijken of investeringen in voldoende mate afgedekt zijn, risico's in voldoende mate geïnventariseerd zijn. Met andere woorden, snel beslissen is belangrijk, maar een klankbord kan ervoor zorgen dat en de continuïteit in de onderneming behouden blijft, maar daarnaast ook de harmonie binnen de familie. Want dat wil nog wel eens op gespannen voet leven. Dus eigenlijk is de gouden tip voor familiebedrijven start een raad van commissarissen of een raad van advies. Of start een neutraal orgaan binnen je organisatie. Ja, dat heeft natuurlijk wel weer te maken met de omvang van een onderneming. Ik kan me heel goed voorstellen dat een prachtig mooi bedrijf met 10 of 20 werknemers zegt van, wat heb ik aan een raad van commissarissen? Dat is een veel te zwaar fenomeen voor mij. Zorg dat je dan uit je relatienetwerk regelmatig een klankbord hebt wat met jou beslissingen doorneemt, te nemen beslissingen doorneemt. Want met zo'n klankbord moet je alleen al datgene wat je in gedachten hebt onder woorden brengen. Je moet het beargumenteren. En dat geeft ook een stukje duidelijkheid over wat wil ik nu eigenlijk en wat is de beste weg en wat zijn de valkuilen waaruit ik weg moet blijven. Dus ja, een raad van commissaris of een raad van advies is een heel goed fenomeen daarvoor. Maar ja, voor kleinere ondernemingen is dat veel te zwaar en zou je kunnen volstaan met een adviseur. Dat kan je accountant zijn, dat kan een organisatieadviseur zijn, dat kan een collega-ondernemer zijn die de mores van jouw onderneming goed kent, die de markt goed kent, met wie je kunt sparren, waarbij het in de meeste gevallen niet de directeur moet zijn van je grootste concurrent, want die laten familieondernemers liever niet in hun keuken kijken. Dat lijkt me evident. Heel fijn, dank u wel. Okay. Dank u. Bye.